Het ministerie van Openbare Werken hield vandaag een persconferentie over de wijziging van de noordelijke en de zuidelijke rijbaan van de ringweg tot een eenrichtingsweg. De wijziging gaat per zondag 28 januari 2018 in. De noordelijke rijbaan loopt vanaf de Johannes Vermeerstraat naar de Amazonestraat tot aan de Napelstraat, terwijl het verkeer op de zuidelijke rijbaan vanaf de Leo Heinemanstraat richting de Guaranistraat tot aan de Napelstraat gaat. De verkeerssituatie op het kruispunt tussen de Ringweg en de Charlesburgweg wordt in een later stadium ook gewijzigd. Daarbij zal de Ringweg voorrang krijgen ten opzichte van de Charlesburgweg. Volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zal de aanpassing een andere manier van rijden met zich meebrengen. De verkeerswijziging is een must, verzekert hij. Ik kan u meegeven dat de Ringweg in zijn huidige situatie ondergeschikt is en ondergewaardeerd is ten opzichte van de overige wegen. De Ringweg is momenteel ondergeschikt aan de Charlesburgweg, terwijl de functie van de Ringweg in feite bedoeld is om min of meer verkeersstromen te verplaatsen. De Ringweg die zorgt voor een stukje ontsluiting. Veel weggebruikers kiezen de Ringweg om niet door het drukke stadscentrum heen te rijden. En de Ringweg die vormt daar een enorme goede alternatief om in elk geval de ontsluiting daar van oost naar west mee te nemen. En enorm veel weggebruikers maken gebruik van deze Ringweg. Ik heb het al aangegeven dat de Ringweg enorm ondergewaardeerd is in de huidige situatie. Er ontstaan vele conflicten op de kruispunten. En de bedoeling is om die Ringweg een meerwaarde te geven ten opzichte van de huidige situatie. Op de vraag of de wijziging niet op een ander moment kon worden doorgevoerd, antwoordt Wip dat geen enkel moment een goede is. Hij hoopt daarom dat de samenleving de informatie over de wijziging snel en goed tot zich neemt. Je zult altijd mensen hebben die die informatie nog niet of niet tijdig hebben doorgekregen. Wat voor ons belangrijk is, is dat wij zo duidelijk mogelijk binnen de strekking waar de wijziging zal plaatsvinden, de informatie zichtbaar hebben. En natuurlijk zullen wij in deze periode enorm veel communiceren met de gemeenschap. En dat is ook het doel van deze persconferentie. We hebben de afgelopen dagen is dat ook in de media geweest om dat te doen. Ik kan de beleving begrijpen dat mensen zeggen, oké, misschien hebben we wat meer tijd nodig om het door te voeren, omdat we het nog niet helemaal begrijpen. Maar ik denk dat u in de praktijk ook enorm veel leermomenten hebt. Dus niet alleen vanuit het beeldmateriaal, maar met de praktijksituatie. Ik heb net ook aangegeven dat wij gekozen hebben voor een zondag. En die zondag is een moment, is een rustdag, is een vrije dag. En we geven de mensen ook de gelegenheid om op die dag ook de oriëntatie te kunnen doen van die nieuwe verkeerssituatie. Doe je dat op een doordeweekse dag, een werkdag, dan heb je eigenlijk meer risico's voor de oriëntatie. Om concreet dan antwoord te geven, ja, het zou kunnen dat we het iets meer tijd zouden moeten nemen, maar ook in deze periode, dit tijdsmoment, zou het effectief kunnen werken, omdat de praktijk het beste leermoment zal zijn. Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van OWTNC. Het ministerie hield vandaag een persconferentie over de wijziging van de noordelijke en de zuidelijke rijbaan van de Ringweg tot een eenrichtingsweg.